Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En jullie zien, ik zit in een compleet nieuwe ruimte. Met mijn setup achter mij. Dus wat wil dat betekenen? Dat ik een setup terug ga doen en dat ik verhuisd ben. Hier zit ik in een Jelf Jalet IKEA bureaustoel die 199 euro kost heeft. Ik zit hier ook in die armleuningen die hebben 130 euro gekost. Dus dat moet je apart schuiven. Jullie zien dat die opname gebeurt op hoogte, dus ik heb dat met een tripod gedaan en ja. Maar ja, nu gaan we verder naar mijn setup en ja, we gaan eerst wat sfeerbeelden creëren en zo. En ja. Oké, we starten wel rechts. Deze is mijn Google Home speaker die ik al eventjes heb. Mijn PS4 Slim, die ik ook al eventjes heb. En mijn Western Digital Elements harde schijf. Mijn microfoonarm hier van voren geplaatst. Waar mijn deze krijg een X aanhangs. Ja, de kabels hier beneden zijn wat gevallen, maar die hadden we omhoog hangen. Hier die microfoonarm, die is echt wel goed. Mijn Nacon USB microfoon heb ik nog altijd. Hier zitten 1, 2, 3 dezelfde schermen. Dat zijn de BenQ GB2280. Hier heb ik 1 en 2 studiolampen, die heb ik ook al gebruikt in de streams van de afgelopen dagen. Mijn PS4 controller, die ik eigenlijk af en toe gebruik, eigenlijk stream gebruik. Mijn trust, ergonomische muis die ik van mijn Steve's en best wel dingen kreeg voor mijn verjaardag. Nog altijd, hier liggen mijn AirPods, mijn toetsenbord, waar ik misschien wel eens ooit ga veranderen. Dan heb ik hier mijn draadloze oplader, mijn box dat ik nog altijd heb. Mijn Xbox One controller. Earpods voor als ik ga editen. Mijn kabels zitten hierachter, die zijn wel goed. Mijn Avermedia LGP Lite ligt hier nog altijd. Deze is nog altijd mijn toren. Mijn Dell Inspiron zoveel. Mijn beker met mijn medailles. Mijn Prisma woordenboek. Kaderke. Mijn kerstbomenke. Mijn bakje met sleutels. Nog een random doosje. Mijn HyperX docking station met mijn PS4 controllers. Een scherm van mijn pa. Deze is dat statief, alleen die tripod. Hier heb ik nog altijd mijn hoekenrek van in Boutersum. Hier is mijn IKEA Angerby zetel. Dat ik al eigenlijk redelijk veel in gezeten heb de afgelopen dagen. Gewoon voor een keer te chillen. Hier heb ik mijn tafeltje, daar staat mijn iDance Flaster box op. Hier liggen nog kabeltjes voor de aan te sluiten, want op deze tv komt een tv. De nachttafel van IKEA, mijn Samsung Blu-ray 3D, Blu-ray speler eigenlijk. Mijn box en mijn subwoofer. En nu dat we toch over tv spreken. Hier heb ik een Chromecast 3 die ik aan mijn tv ga aansluiten voor de voetbal te zien en series te zien. En nu zitten we dus terug weer in de IKEA Jarf Chalet. En ik ben trots op wat ik heb kunnen bereiken. Op zo'n korte tijd hebben we heel veel bereikt. Dat bijvoorbeeld die 3 monitors, die lichten, die bureau. Alleen die bureau dat ook custom gemaakt is. Nog mijn tweede deel van mijn bureau dat ook custom made is. Een tripod bijvoorbeeld. Ik had al allemaal niet in ogen voordat ik hierin kon wonen. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk wel goed gegaan. Ik moet hier natuurlijk ook nog van alles ophangen. Dus er komt nog een ding en ook een update van de. Maar dat gaat misschien in januari, in februari zijn. Dat ik mijn setup dan een beetje beter ga laten zien.
Nu staat het nog een beetje, nog niet te goed op orde, maar het staat dan een beetje op orde. En ja, ik ben eigenlijk één ding vergeten. Dat is de Logitech C922, die ik als webcam gebruik. En die webcam kwaliteit gaan jullie in de volgende video zien, want dat is een FIFA video. Die ik nu eigenlijk aan het renderen ben. Omdat ja, met de stream en zo. En dat hebben jullie misschien ook al in de streams gezien. Als jullie mijn streams gezien hebben, met de 12 uur stream van afgelopen dinsdag. En mijn andere streams hebben jullie in ieder geval kwaliteit gezien. Maar ja. Ik heb hier ook nog een andere ruimte, maar die ga ik niet laten zien, omdat dat eigenlijk alleen voor te slapen is. En ja. Dit is mijn YouTube studio, dus dat mogen jullie zien. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is altijd Dylan. En de volgende video ben ik... Tot de volgende video ben ik altijd Dylan. En ja, misschien morgen. Dan is het zaterdag. Ga ik misschien nog een streampje doen. Een futdraftje. En ja. You.